Waar word je dik van? Het is iets dat veel mensen zich afvragen. Er bestaan veel verschillende adviezen, meningen en fabels over dit onderwerp. Iedereen lijkt dan ook weer een andere mening te hebben. Dit komt deels door de enorme hoeveelheid geruchten en fabels die bestaan omtrent dit onderwerp. Aan de andere kant verschilt het per persoon waar je dik van wordt. Echter zijn er een aantal dikmakers die voor iedereen gelden. In deze video ontdek je de 9 allergrootste dikmakers. Laten we snel beginnen. 1. Stilzitten. Als er één ding is waar je dik van kan worden, dan is het wel stilzitten. Voor het geval jij op dit moment stilzit, wees niet bang, blijf gerust zitten. Van even stilzitten zul je namelijk niet direct in vet aankomen. Maar van overmatig stilzitten daarentegen kun je wel degelijk al snel veel overtollig vet krijgen. 2. Meer calorieën eten dan je nodig hebt. Dik worden komt vaak doordat er te veel gegeten wordt, meer dan je lichaam nodig heeft. Iedereen heeft een bepaalde caloriebehoefte. Deze behoefte is gebaseerd op meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld jouw lichaamsbeweging, gewicht en leeftijd. Deze energiebehoefte vertelt jou hoeveel calorieën je nodig hebt om op gewicht te blijven. Wanneer je meer dan jouw behoefte eet, weet je lichaam wel raad met die overtollige calorieën. Die worden namelijk opgeslagen als reserves in de vorm van lichaamsvet. 3. Te veel suikers. Gelukkig is er tegenwoordig steeds meer bekend over het effect van suikers op je lichaam. Wanneer je suiker eet, kan je lichaam vrijwel direct een beroep doen op de energie die je ervan krijgt. Echter, als jij niet direct daarna fysieke handelingen verricht, zal deze energie al snel worden opgeslagen als vetreserve, aangezien de vrijgekomen energie niet benut wordt. 4. Te snel eten. Eet jij vaak snel omdat je bijvoorbeeld haast hebt? Of misschien omdat je simpelweg grote honger hebt? Wanneer je snel eet, raak je minder snel verzadigd. Dit heeft weer als gevolg dat je sneller geneigd zult zijn om meer te gaan eten. 5. Frisdrank drinken. Er is niks mis met af en toe een glas frisdrank. Zelfs elke dag één glas kan geen kwaad als je wilt afvallen. Zolang je genoeg beweegt en voldoende sport, kun je prima afvallen en frisdrank drinken. Het probleem van frisdrank drinken is echter dat het jou weinig zuivere energie oplevert. Dit valt dan ook onder de noemer lege calorieën. Het bevat veel calorieën en bestaat nagenoeg enkel uit suikers. Het beste alternatief hiervoor is water. 6. Een slechte nachtrust. Onvoldoende of slechte kwaliteit slaap kan leiden tot het aanzetten van overtollig vet. Hoe dat komt? Allereerst omdat dit jouw stressniveau kan verhogen. Door het hogere stressniveau maak je meer cortisol aan, wat gewichtstoename als gevolg kan hebben. Bovendien vinden de meeste vetverbrandende processen in je lichaam plaats tijdens jouw nachtrust. 7. Ongezonde tussendoortjes. Veel mensen vinden het fijn om 6 of zelfs meer maaltijden per dag te eten. Vaak wordt er dan ook gekozen voor tussendoortjes. Echter zijn dit helaas vaak ongezonde tussendoortjes met bijvoorbeeld veel suikers. Als jij zelf de vraag stelt waar je dik van wordt en je eet regelmatig tussendoortjes met veel suiker, dan mag het antwoord duidelijk zijn. 8. Met honger naar de supermarkt. Het klinkt wellicht wat raar als we zeggen dat boodschappen doen een dikmaker is. Wanneer jij boodschappen gaat doen met een lege maag, is de kans vele malen groter dat jij snel geneigd bent om ongezonde dingen in je boodschappenmandje te leggen. De volgende keer eerst een goede maaltijd eten voordat je boodschappen gaat doen dus. 9. Het jojo-effect. Dan de laatste en tevens de grootste dikmaker is het jojo-effect. Wat dit precies is? Hiermee bedoelen we de kilo's die er keihard weer aanvliegen nadat iemand in een korte tijd snel is afgevallen. Daarom is het altijd aangeraden om te kiezen voor gezond en duurzaam vetverlies. Wil jij direct goed beginnen met afvallen en onnodige fouten voorkomen? Download dan de gratis vetverlies Kickstart. Het linkje vind je in de beschrijving onder deze video. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende.